Ik zie nee, die zit bij de enveloppen. Die zit in de enveloppen, maar welke weet ik niet. Voor als een maaltijdbon. Ja, voor een Romeinse die niks heeft, maar aan de achterkant staat wat erin zit. Oh ja. Komt het mooi over, nee? Ja hoor. Ja, zo Rob. Die error. Hij heeft ze dan tegen, hè? Dus je moet ook af. Ja. Zodat het heel veilig kan verlopen. Nou, er loopt nog iemand met een brandblusser. Die persoon die zal tijdens de reden zien. Heer en mevrouw. Mogen wij je wat vragen? Nee. Mevrouw niet bestel doorloopt. Ik kon niet weten wat dan. Nee, dat weet ik niet. Maar niet vragen van school, maar als u een plaatje ja. En je hebt een voet, dan kunt u een lekkere eten. Een wat weet u? Een eten bevonden. Nou, vragen dan maar. Nee, mag ik iets vragen? Van de loco. De man die weer erop. Helemaal geen enge vrouw, maar echt geen. Ik ook nog dialect praten. Nou, het ligt er nog bij een vraag. Ja, ik weet het wel. De naam van jullie? Dat is Wim en ik ben Gerrit. Wim en Gerrit. Nou, Wim en Gerrit, ik ga jullie een vraag stellen. Als jullie een goed hebben, ik mag twee vragen stellen. Hebben jullie er even goed bereid? Ja. Ja, dus dat mag? Ja, ja. Bon, ja, ik ga je borst. Twee. Oh, allebei eentje. Er is een programma van Amsterdam op de radio en televisie te zien. Die is geweest en die had een bepaalde naam. Dus Ome Joop. Weten jullie wie dat is? Wat dat programma heet? Ik ken dat je wel een riem. Nou, weet je, ze deden zo goed dat het. Gewoon elke keer dik van elkaar. Nee. Dik van elkaar, zo. Nou, heel goed. Perfect. Ja, nou, dat is één. Dat is al één bon. Nu nog weer. Ze hebben de bon al gewonnen. Oh, ja, ik zou die stellen. Die is wordt op de plank gehezen. Zo. Ja, gewoon. Ja. Nou, slachtoffer is. Met de demonstratiekeuring die wij als Schapenmarktcomité in samenwerking met Rundfisch.
studieclub hier hebben. Ze zijn het mooiste die gehuldigd wordt door burgemeester Zielhuis. Aansluiten is er een zagendemonstratie waar Aal van Tulle het nodige voor gaat verzorgen. En die zal daar ook het nodige van zeggen. Inmiddels lopen de eerste fasen in de rubriek, in de ring. Tevens gaan we op deze keuring per rubriek aanwijzen welke beest de beste benen heeft. Beste benen, beste uier en uiteindelijk het beste exterieur van jong, midden of oud. En daar wordt een Miss Schapenmarkt uit gekozen. Ik denk dat het wel mooi is dat we de eerste keer rondbellen. En dan een keer anders omdraaien naar de andere kant. Wat belangrijk is, dat we niet vergeten, dat we even wat vooruit hebben. En waar hij nu werkt, die verder dood. Ja, de oude koe ten opzichte van die nummer 1. Als hij daar nog ook wat gevoel bij heeft, als ik vind die even naar de kaart te geven, dan kan het nummer 2 zou het oudste zijn. Ja, of nummer 1 nog veel jonger. Nou, dat is ook een heel belangrijk iets voor de jonge koeien, om er ook jong uit te zien. Ik vind dat er in deze koe gewoon veel mooi jong, mooi open in het type. Dat wil zeggen dat er ritten mooi schuin achter hem liggen. Ja, dat zijn melkkoeien. Dan moet maar eens een keer opletten als er wat vleeskoeien in de wei zijn komen. Van die bruine koeien of van die blauwe of witte blauwe. Die hebben ze niet. Dan heb je nou al over je haar. Vierkant en wat witte verwarmd kruisje. En je ziet er nog wat terug in beweging. De koe 2 die loopt eigenlijk de voet ontspannen. Helk in dat kruis. We hebben ook zien als een koe iets wat heeft. Let op dat een staat zich goed. En ze maken wel meer schaatsen en beweging. En dus in het gebruik van de benen is er geen iets minder dan zijn eigen achterbenen. Bijna meer waar de voorbenen weggenomen. Nou, je zult dat de benen mooi van kwaliteit zijn. Nog maar een keertje, Janna. Niet door. Ik wil het met AG. Ja, neem het even. Komt dat ze ze gewoon trekken en zo warm in de zak doen. Kijk! Ellis van Beker had mijn broer, werkt al 20 jaar in Roemenië. Helpt u ons? 2 euro voor een lotje. Kom, helpt ons helpen in Roemenië. Ellis van Beek werkt al 20 jaar daar. Wij helpen haar. Helpt u ons? 2 euro voor een lotje. Dus eerst inhouden. Okay.
We staan hier op de Schapenmarkt 2013. Nou, lekker weer vandaag. En ja, er worden er ook foto's gemaakt. En een van die fotografen vandaag is Fred Dokter. Goedemiddag, Fred. Goedemiddag. Foto's maken, een hobby van jou of is het je werk? Het is een uit de hand gelopen hobby. En waarom is het uit de hand gelopen? Ja, ik had er zoveel aardigheid in en men heeft over het algemeen ook de aardigheid in mijn fotowerk. En daardoor krijg je een hele klantenkring. En ik ben nu speciaal hier bezig in Oldebroek op het fenomeen van de standwerkers. Die zijn hier ook aanwezig nu. En afgelopen zaterdag had je het grote nationale concours, het Nederlands concours. En dat vond plaats in Harderwijk. En een aantal van die standwerkers die daar waren, zijn ook weer hier. Welke standwerkers zijn op dit moment dus vandaag aanwezig op de Schapenmarkt? De man met koekjes uit, waar komt die vandaan? Hardenberg. Dan Hans Richter met de doekjes en zijn vrouw met allerlei portemonnees. Dan heb je een man met speciale scharen voor in de tuin te knippen, te snoeien. Er zijn nog een paar, maar dat schiet niet zo één te binnen. Is het een vereiste om als standwerker een hele vlotte babbel te hebben? Nou, een vlotte babbel, je moet een goede babbel hebben. Een goed onderlegde babbel die goed overkomt bij het publiek. En dan heb je kans dat het scoort. Maar niet alle standwerkers zijn hetzelfde. En je hebt ook heel veel standwerkers die niks zeggen. Nee. En die staan alleen maar gebaren te doen en proberen het wat te verkopen. Maar de echte standwerkers die een babbel erbij hebben, die verkopen. Maar ook interactie met het publiek dus? Ja. Heel erg op het publiek inspelen ook. Hè? En als je wat gratis geeft, vooral dat accent van gratis, dat slaat bij de mensen heel erg in. Ja, en dan de foto's maak je ervan van hen. En wat gaat er met die foto's gebeuren? Ik stuur ze naar hun zelf toe en dan kunnen ze ze zelf weer gebruiken op hun site. En ik kom ze ook heel veel tegen op de site. Er staat hier ook eentje nu, een jongen met een groentesnijmachine. En die heeft in zijn haar heeft hij zijn logo geknipt, helemaal weggeschoren. En die kwam ik nou weer tegen en die heb ik afgelopen zaterdag heel uitgebreid gefotografeerd in Harderwijk met het kampioenschap. En dat is hartstikke leuk. Fred, ik wil je heel veel succes toewensen vandaag als fotograaf op de Schapenmarkt. Ik wens je ook heel veel succes met de loco. Dankjewel. Oké. Schapenmarkt 2013 en elk jaar van de partij de oranje tent van de hervormde gemeente in Oldebroek. Dat klopt Gerrit, elk jaar weer van de partij. En bij ons staat op dit moment Wilbert van Orel. Ja, dat klopt. Hoeveel jaar sta jij hier al, Wilbert? Voor mij is het de eerste keer dat ik het organiseer, maar ik heb vanmorgen begrepen dat we al 34 jaar hier staan. Dat is toch wel een begrip dan op de Schapenmarkt in Oldebroek? Ja, dat kun je wel zeggen. Het was vanmorgen al gezellig druk in de tent, volle bak. Op dit moment even iets rustiger, maar ongetwijfeld zal het vanmiddag weer drukker worden. Cake, koffie, dat zijn de belangrijkste dingen van vandaag, denk ik, hè, die jullie verkopen. Dat klopt. Koffie, thee, limonade en appelgebak en of cake. Naar iedereens wils. We staan jullie hier namens de hervormde gemeente. Wat is het doel dit jaar? Of is er een speciaal doel of is het een algemeen doel? We hebben eigenlijk elk jaar hetzelfde doel en dat is gewoon het jeugdwerk van de hervormde kerk in Oldebroek. En daarvoor wordt dan, is dit een onderdeel van de actie? De totale opbrengst gaat naar het jeugdwerk van de hervormde kerk. Ja. Hebben jullie ook nog andere dingen die jullie hier doen, acties op de Schapenmarkt? Of is het puur koffie en gebak en thee bijvoorbeeld? Nou, we kunnen loten kopen voor een luchtballonvaart. We hebben een grabbelton voor de kleine kinderen. We hebben een boodschappenmandraden, de waarde van de boodschappenmand. Nou, dat zijn wat extra inkomsten voor de opbrengst. Maar goed, ook leuk om te doen, om mee te doen natuurlijk. Ja. En leuk voor de kinderen. Dus het is niet alleen koffie, maar ook een paar spelletjes erbij. Dus mag ik jou heel veel succes toe wensen met al die vrijwilligers. Want er staat een hele rij vrijwilligers. Hoeveel vrijwilligers hebben jullie vandaag? Ik denk dat ik zo'n 40 vrijwilligers, dat gaat wel richting 50 met het op- en afbreken van de tent. Dus al die vrijwilligers ook hartelijk dank. En aan het eind van de dag zeg je, het was een mooie dag vandaag. Vooral als dit weer zo blijft, was het een mooie dag. Dankjewel. We staan op de Schapenmarkt, we waren richting kermis gelopen en we komen Meintje tegen op de Schapenmarkt. Goedemiddag Meintje. Goedemiddag. Gezellig op de Schapenmarkt met de kinderen vandaag. Ja, gezellig. Ja. Elk jaar van de partij? Ja, eigenlijk wel. Ja. En wat zijn je favoriete kramen op de Schapenmarkt? We kijken meestal even voor een cadeautje voor de kinderen. Ja. Ja. Dat is al bij jaar en dag eigenlijk heel veel opzet van gezinnen die naar de Schapenmarkt gaan. We gaan zoeken naar cadeautjes. Een leuk cadeautje voor de kinderen, dat is Schapenmarkt. Ook in 2013 nog. Ja, precies. Ja. Ja. Wat vind je vandaag van de entourage van de Schapenmarkt? Van de activiteiten die hier plaatsvinden op het grasveld?
Ja, heeft nog niet echt mijn voorkeur. Maar mijn man die blijft er altijd hangen, dus die is daar nu achtergebleven. Daar vindt hij het erg gezellig dus. Hij vindt het wel leuk, ja. Nou, en de kermis, ja, vroeger misschien wel, nu ook nog tegenwoordig? Of? Nou ja, weet je, ik ben geen echte Oldebroek. Ik woon hier wel, maar ja. Ik nog niet zo heel lang. Dus, maar ja, de kinderen vinden de kermis leuk, dus wij gaan daarheen. Ja. Maar schapenmarkt is toch een traditie in Oldebroek. Al meer dan 200 jaar, Broek Karmsen vroeger geheten. Dus ja, het heeft wel wat, hè? Familie ontmoet familie. Ja, absoluut. Ja. Ja. Hebben jullie ook thuis ook een familiedag een beetje? Of? We gaan altijd, mijn schoonouders wonen hier op het dorp, dus dan, daar gaan we altijd even heen. En dat is de uitvalsbasis. En dan gaan we even rondlopen, dan gaan we weer terug. En dan gaan we weer koffie drinken of broodjes en met paling. En dan gaan we nog een rondje doen. Ja. Maak er nog een mooie dag van en bedankt. Gaan we doen. De rook die vrijkomt, die is vaak giftig van de brand. Als je nu gaat blussen met het water, gaat de muziek over de straat lopen en wordt alleen maar erger. Inmiddels is de tweede ploeg klaar, die is het schuim bij zich en die gaat daadwerkelijk de overtal blussen. Dat was de vooruit. We gaan met de tweede, de waterploeg. En schuim is doen om af te blussen, samen met straks met de hand. Dat is zo gezet. Oké, bedankt. Zoals u ziet gaat het met schuim heel wat sneller dan met water. Alleen straks om het echt af te blussen heb je wel water nodig. De temperatuur blijft natuurlijk hoog.